Goedemiddag, het is 1 uur het nieuws met Els Mertens. Vlaanderen blijft streven naar gemengde scholen, maar de kwaliteit van zwarte scholen in de steden moet omhoog. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Pascal de Smet van SPA in de reactie op de discussie over concentratiescholen. Volgens Mieke van Hekke, hoofd van het katholieke onderwijs, hebben de inspanningen om concentratiescholen weg te werken niets opgeleverd. Ook bij het gemeenschapsonderwijs GO geeft men toe dat het beleid heeft gefaald. In een eerste reactie op die kritiek laat minister van Onderwijs Smet weten dat hij niet van plan is zijn beleid meteen bij te sturen. Volgens hem moet een school in principe een afspiegeling zijn van de samenleving. Het blijft een beleidsdoelstelling om concentratiescholen zoveel mogelijk tegen te gaan, zegt hij. Wie gescheiden opgroeit, zal later ook gescheiden samenleven. Aldus Pascal Smet, minister van Onderwijs. Files. Wegenwerken op de E17 Gent-Kortrijk, Lille ter hoogte van Deinze richting Kortrijk, linkerrijstrook is daar versperd. Mobiele werf op de N4 Brussel, Namen, Aarlen, Luxemburg ter hoogte van Sinai richting Luxemburg. Rechterrijstrook werd plaatselijk versperd.